Dat die mensen die je over straat ziet lopen, dat die eigenlijk deel uitmaken van stammen. Ze beseffen zelf niet dat ze deel uitmaken van een soort van gemeenschap van mensen die op dezelfde wijze gekleed gaan. Bestaat er een medicijn tegen de angst voor de dood? De Universiteit van Nederland presenteert socioloog Dr. Bart van Herikhuizen. Ik ga jullie een bekentenis doen. Iets wat heel erg persoonlijk is. En misschien als ik het zeg, denken jullie, nou dat valt wel mee. Ik ben vreselijk bang voor de dood. Dat is echt waar. Dat is gewoon zo. En dan kan je zeggen, ja, dat zijn we allemaal. Dat maakt je nou niet tot een heel erg uitzonderlijk iemand. En ik heb het idee dat dat toch niet helemaal zo is. Dat de manier waarop ik bang ben voor mijn eigen er niet meer zijn in de toekomst, dat ik dat deel met een aantal mensen. Elias Canetti heeft daar heel mooi over geschreven. De dichter Dylan Thomas, die was als de dood voor zijn eigen dood. Maar er zijn een heleboel mensen die dat niet zo sterk hebben. Maar ik heb dat wel. Het verpest een beetje mijn leven. Ik denk er erg vaak aan. En het ondermijnt heel veel plezier wat je zou kunnen hebben. En wat ik andere mensen zie hebben die daar minder last van hebben. Dit is mijn bekentenis. Het is nou eenmaal zo. Maar het heeft een merkwaardig gevolg. Ik ben net 65 geworden. Ik ben mijn leven lang al aan het zoeken naar formules, zinnetjes, uitingen waar ik een klein beetje troost aan kan ontlenen. Het is fijn om Elias Canetti te ontdekken en te zien, oh, daar is er nog eentje die met deze panische angst kampt. En niet alleen de filosofie biedt je dat. Er zijn ook religies, zoals het boeddhisme, waar je wel eens iets in tegenkomt dat je denkt, die moet ik onthouden. Dat kan toch een beetje troost bieden. En dat geldt zelfs ook wel voor muziek. Voor Scarlatti of bepaalde cantates van Bach, dat je denkt, het is misschien schrale troost, maar het is toch een beetje troost. Maar ja, dan daarna denk ik ook, er komt een tijd dat ik nooit meer naar Bach kan luisteren. En dan is het alweer een beetje weg. Het rare is, en daar had ik nou nooit op gerekend, de beste troost heb ik eigenlijk gevonden in de sociologie. En daarvoor ben ik echt geen sociologie gaan studeren. Dat is een soort verrassende bijvangst geweest. Dat je gaat sociologie studeren om hele andere redenen. Om de samenleving beter te begrijpen. Of in mijn geval omdat ik dacht, kan ik goed gebruiken als ik dan journalist wil worden. Wat ik nooit ben geworden. Maar ik ben geen sociologie gaan studeren omdat ik dacht, dan kan ik dingetjes vinden die me misschien een beetje kunnen troosten met mijn akelige gevoel over mijn eigen sterfelijkheid. Maar ik heb het er wel in aangetroffen. En eigenlijk de grondlegger daarvan is weer Emile Durkheim. En dit is misschien ook wel de kern van de zaak. Durkheim zegt, en we hebben het eigenlijk vorige keer ook al gezien, je maakt deel uit van een groter geheel en je bent ook dat grotere geheel. En dat grotere geheel, dat was er al lang voordat je geboren bent. En het zal er nog altijd zijn als je gestorven bent. En dat is dan, misschien heb je er niet zoveel aan in de zin van, ja, maar dan ben ik er niet meer bij. Maar je opgenomen te weten in een groter verband dat de grenzen van je eigen biografie te buiten gaat, dat biedt toch een zekere rust wanneer je door deze gedachten vaak heel erg angstig wordt. Les règles de la méthode sociologique. En ja, als ik dat boekje lees, dan moet ik eigenlijk altijd denken aan zwermen, spreeuwen boven de stad Utrecht. En we hebben, je ziet hier een opname ervan. Ik vind het zo mooi. Ik zag het net al even voorafgaand aan onze avond. En moet je kijken, dat zijn allemaal kleine spreeuwtjes en die vormen die wonderlijke wolken. Het zijn allemaal spreeuwtjes. Kijk, weet je wat bijvoorbeeld zo interessant is? In 1970 kan je naar die wolk kijken en in 2000 kan je naar die wolk kijken. En ik heb gisteren even opgezocht in Wikipedia hoe oud wordt een spreeuw. 20 jaar, max. Dus dan zijn het allemaal andere spreeuwen. Maar ze vliegen nog steeds in die schitterende formaties. En dan denk je, wat gaat er nou om in dat koppie van één zo'n klein spreeuwtje? Denkt hij nou, we vliegen hier lekker in formatie. Wat doen we het weer goed? Hoe zou dat nou zijn voor zo'n spreeuw? En ik denk dat ik het antwoord weet.
Want ik ben namelijk zelf een beetje een spreeuw. Ik ben namelijk een fietser in Amsterdam. En Amsterdamse fietsers die vormen ook van die stromen. Als je die vanuit een hoog standpunt zou bekijken. En er zijn verkeersingenieurs in Amsterdam die dat doen. Die fietsbewegingen door de stad, die dat allemaal precies bestuderen. Om erachter te komen van hoe breed moet de fietspaden worden. En hoe lang moet je het stoplicht op rood laten staan. En dat soort dingen. Dan blijkt het, net als bij die spreeuwen, dat er hele bijzondere vormen in te herkennen zijn. En een van die fietsers ben ik. En ik weet precies wat er in mijn hoofd omgaat. Ik denk, ik moet me haasten, ik moet naar Club R, want dan moet ik een college geven. Laat ik een beetje opschieten. Verder denk ik niks. Ik denk niet aan hoe ik deel uitmaak van die grotere groep fietsers. En toch is dat niet helemaal waar, als je erover nadenkt. Want je ziet een andere fietser aankomen en je hebt zelf een bepaalde snelheid en die ander heeft een snelheid, dan zit je een beetje te rekenen en je maakt even oogcontact en die ander doet een soort knikje van ik ga voor je langs en dan denk je even inhouden, kan ik er net achter langs. En dat gaat altijd goed. Amsterdam is een toonbeeld van hoe mooi dat ballet van die fietsers is, tenzij er buitenlanders zijn, toeristen, die fietsen huren en die er allemaal niks van begrijpen, van die wiskunde in de hoofd van de fietser. Ja, dan gaat het mis. Je kent allemaal het verschijnsel, je fietst, je hebt haast, je bent heel snel en dan zie je over de zebra begint iemand over te steken. Geen enkel probleem, je rekent uit hoe snel die ongeveer loopt, je rekent uit hoe snel jij rijdt. Je denkt, nou als hij daar is, dan kan ik er net achterlangs, gaat altijd goed. Die voetganger kijkt even om, die denkt, nou dat gaat goed, ik heb dit tempo, hij heeft dat. Die voetganger is namelijk ook een fietser. Maar als die voetganger iemand is uit Noordoost-Frankrijk, die nooit in Amsterdam is, die ziet die fietser in volle vaart op zich afkomen, die denkt, shit, die zet een stap achteruit, ja, dan gaat het totaal mis. Dat is namelijk zelf geen fietser. Fietsers begrijpen fietsers. Dat het in Amsterdam zo goed gaat, komt omdat de automobilisten zijn ook fietsers. En heel veel fietsers zijn zelf ook automobilist. En de voetgangers zijn fietsers en automobilisten. Dit is een grondregel van het sociaal verkeer. Je moet je in elkaar kunnen verplaatsen. Als dat lukt, dan verloopt die hele interactie heel soepel. Emiel Durkheim in zijn boek De Regels van de Sociologische Methode schrijft: wij sociologen zijn niet geïnteresseerd, en nu chargeer ik even, zo staat het er niet, in die ene spreeuw en we zijn niet geïnteresseerd in die ene fietser. Wij zijn geïnteresseerd in de structuren die ze vormen op een hoger niveau. De structuren die oprijzen uit hun duizenden, honderdduizenden interacties met elkaar. Wat er dan tot stand komt, dat is het object van het vak sociologie. Individuele mensen worden bestudeerd door de biologie, als ze ziek zijn door de wetenschap van de medicijnen. Hun ziel wordt bestudeerd door de psycholoog en als ze ziektes hebben misschien door de psychiater. Dat zijn allemaal wetenschappen die houden zich bezig met individuele mensen. Maar als een heleboel individuele mensen samengaan en grotere sociale structuren vormen, dan worden die structuren het objectgebied van een hele andere wetenschap, namelijk de sociologie, de wetenschap van wat oprijst uit de interacties van heel veel mensen met elkaar. Sociologie, dat is niet de wetenschap van de spreeuw, maar dat is de wetenschap van de spreeuwenwolk. En dat veel mensen verzetten zich daar een beetje tegen. Die zeggen, ja, maar we leven toch in een tijd van individualisme. Vroeger was het dan misschien zo dat als je door de stad liep, dat dan iedereen hield zich aan allerlei sociale codes. De dienstmeisjes kon je herkennen aan het feit dat ze van die witte rokjes droegen. En de arbeider had een platte pet op zijn kop. En de directeur van de fabriek een hoge zijden hoed. Maar ja, dat doen we toch al lang niet meer. Iedereen kleedt zich tegenwoordig lekker zoals hij zelf wil. Want we leven in de tijd van individualisme. En je trekt gewoon aan wat goed voelt. En daar is een mooie tegenwerping tegen te maken. Er is een groot project van twee fotografen, twee kunstenaars. Ah, jullie kennen ze natuurlijk wel. Er gaat een soort zucht van herkenning door de zaal. Dat is dat fantastische project Exactitude van Arie Versluis en Ellie Uitenbroek. En die hebben in, ik geloof 2002, een boek gepubliceerd. En er komen nu steeds weer aanvullingen op en nieuwe boeken en internetsites. Je kan ze overal vinden. Waarin ze mensen laten zien die ze gewoon van de straat plukken en even meenemen naar hun studiootje om de hoek in Rotterdam.
Maar ze pikken ze uit op hun uiterlijk. En zo komen ze erachter dat die mensen die je over straat ziet lopen, dat die eigenlijk deel uitmaken van stammen. Maar ze zijn het zichzelf niet eens bewust. Ze beseffen zelf niet dat ze deel uitmaken van een soort van gemeenschap van mensen die op dezelfde wijze gekleed gaan. Ik sta een beetje te kijken, want we hebben nog een paar plaatjes te laten zien. Deze vind ik mooi en deze is zo schattig. Dit is gewoon oma Anne. Mijn lieve oma. Zo zag ze eruit, zo kleden ze zich. Mensen maken deel uit van groepen. Soms zijn ze dat zich heel erg bewust. Ik besef als fietser heel goed dat ik deel uitmaak van die kolkende fietsersmassa in Amsterdam. Maar ik besef helemaal niet, als ik door de stad loop in de kleding die ik nu aan heb, dat ik een soort uniform van de universiteitsdocent draag. Maar het is wel zo. Dit is wel het uniform van de docent aan de universiteit. Je denkt er niet over na, maar een heleboel mensen in deze zaal, ik zie ze zitten, ik zal ze niet aanwijzen, maar die maken dus deel uit van een van die tribes die Versluis en Uiterbroek in beeld hebben gebracht. En sommige mensen die vinden dit Durkheimiaanse inzicht in de sociale bepaaldheid en ook in de betrekkelijkheid van het individualisme, van dat we allemaal toch eigenlijk anders zijn dan alle anderen, die vinden dat ja, een beetje een deprimerend idee. Die worden er een beetje treurig van. Ik wil bijzonder zijn. Ik wil anders dan de anderen zijn. Ik wil uniek zijn. Ik wil uitsteken. Ik wil niet meelopen met de meute. En dan toch op de een of andere manier blijk je helemaal ingepast te zijn in een hele grote sociale structuur waarin je precies eigenlijk datgene verricht wat je ook moet verrichten om die structuur op spanning te houden, om die goed te houden. Sommige mensen vinden dat een naar idee. En ik moet zeggen, ik vind het zelf helemaal geen naar idee. Voor mij was het eigenlijk een van de grootste eye-openers die ik in mijn leven heb ondergaan. Ik kan het me nog echt goed herinneren. Het was in de winter van 1969-1970. Ik zat in mijn derde jaar van de sociologiestudie. Ik las een boek van de Franse socioloog Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique. En er stond een groot hoofdstuk over Durkheim in. En ik las dat hoofdstuk over Durkheim en ik was meteen verkocht. Ik dacht, als dit zo is, ja, als je er zo naar kijkt, dan neemt dat toch iets van de beklemming weg. Ik ben dus niet alleen. Ik zit inderdaad in die spreeuwenwolk. Ik maak deel uit van een grotere gemeenschap, van een groter collectief. Ik ben in zekere zin dat grotere collectief. Ik ben niet onderdeel van dat collectief, ik ben het. De interdependenties die ik heb strekken zich over de hele wereld uit. Ze strekken zich zelfs uit buiten de tijdzone waarin mijn leven zich afspeelt. Ze gaan terug tot voor 10 mei 1948. De periode voor mijn geboorte, waarin ik, om het maar eens zo uit te drukken, nog dood was. Ook toen bestond ik al in die interdependentienetwerken. En zo zal ik ook bestaan als onderdeel van die interdependentienetwerken nadat mijn stoffelijk lichaam is vergaan. En dat is een contra-intuïtieve gedachte. Het is een wonderlijke gedachte. Het is bijna een beetje mystieke gedachte die je niet verwacht op te doen in een sociologische studie. Maar hij is eigenlijk heel goed verdedigbaar. Hij is in zeker opzicht plausibel. En als ik erin slaag om die gedachte een paar minuten in mijn hoofd levend te houden, dan ineens neemt het idee bezit van mij dat die angst van mij voor de dood misschien niets anders is dan een heel groot misverstand. Dankjewel.